Stel je voor, je bent op zoek naar een motor die de perfecte retro look heeft, maar toch een tikkeltje modern is. Daarnaast ben je ook op zoek naar een motor die lekker stuurt en die fantastisch klinkt. Ik denk dat ik wel weet wat je wil. Hallo allemaal en van harte welkom bij deze nieuwe video over de motoren van TLM in Nijmegen. Vandaag heb ik een bijzondere motor mee, namelijk de Moto Guzzi V7 III Limited. Wat maakt hem nou zo speciaal? Hij heeft onder andere een chrome tank, chrome spiegels, chrome uitlaten, carbon delen over de motor. Hij heeft een tankband en een zwart zadel, wat natuurlijk ontzettend mooi matcht bij de zwarte velgen en de zwarte details die de motor natuurlijk ook heeft. Hij heeft net als eigenlijk alle V7 III modellen 7,5cc blok en 52 pk. Stuurt fantastisch, rijdt fantastisch, trekt lekker op. Het is natuurlijk een 2-cilinder, dus lekker veel koppen onderin toeren. Wat ik zo leuk vind aan de Moto Guzzi's is eigenlijk dat je ze helemaal zelf een eigen smaak kunt maken. Nou is deze natuurlijk ook al limited, dus deze zul je niet op iedere hoek van de straat tegenkomen, wat wel weer heel bijzonder is. De Moto Guzzi V7 is zowel geschikt voor de beginners als voor ervaren rijders, ontzettend leuk om mee te rijden. Ook als je van bijvoorbeeld een sportieve motor afkomt en dan op de V7 gaat zitten, dan heb je toch de ervaring van het sportieve, omdat hij zo lekker makkelijk en wendbaar is. Het is geen hoge motor, dus ik ben zelf 1,77. Je kan makkelijk met je voeten bij de grond, zoals je kunt zien. En je zit lekker rechtop. Wat deze motorfiets ook zo bijzonder maakt, is dat het zowel een moderne touch heeft als retro. Dat zie je ook wel bij het klokje wat ik je dadelijk laat zien. Ben jij na deze video nieuwsgierig geworden naar deze motorfiets? Neem dan even contact met ons op. Tot de volgende video!